Nou, je ziet dus onze preparateur Becky. En die is druk bezig met het prepareren van een rode ibis. Dat is een vogel die afgelopen herfst in oktober is gevonden in de zee, bij Egmond aan zee. En die is door een kitesurfer naar Naturalis gebracht. En die zijn we dus nu klaar aan het maken, zodat die toegevoegd kan worden aan onze wetenschappelijke collectie. Ik heb hem inderdaad gevonden in de Noordzee, ter hoogte van Egmond aan zee. Zo 2 kilometer uit de kant tijdens het kitesurfen. En ik vond het iets raars. Ik dacht, wat ligt daar voor iets raars in het water? En toen pakte ik het op en toen zag ik dat het de rode ibis was. En aan de hand van dat hij al eerder in de polder bij Alkmaren was gespot, had ik hem meegenomen. Deze die wordt toegevoegd aan onze afdeling vogels. En daarom wordt hij dus ook niet opgezet. Hij wordt juist kleiner gemaakt, zodat je er heel veel bij elkaar in een doos of een la kan stoppen. Maar dat betekent dus wel dat we er heel veel kunnen herbergen. We hebben 42 miljoen objecten in die toren, dus je kan je voorstellen dat het een beetje proppen wordt zo langzamerhand. De veren, de lange snavel, de lange pootjes. Wat vind je mooi? De snavel. Wil jij ook wel zo'n snaveltje? Nee. Nee?